Wij hebben met de GreenTech Innovation Award 2016 meegedaan met de ISO Cutting & Planter 1800, die het mogelijk maakt om rozenstekken te knippen en te steken. Maar ook met de ISO Plant Sampler, wat tevens ook de winnaar was van de categorie productie. En die zorgt ervoor dat je jonge planten kan samplen. Dus dan neem je kleine bladsamples af van jonge groenteplanten. Door eigenlijk het winnen van de GreenTech Innovation Award hebben wij heel veel attentie gekregen over heel de wereld. Onze productiehal staat inmiddels vol met machines die wij uit kunnen leveren naar heel de wereld, zoals Japan, Rusland, China, maar ook Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Waar wij ons de komende 5 jaar mee gaan bezighouden is voornamelijk softwareontwikkeling, zowel cameratechnieken zoals 3D, maar ook de analysesoftware zoals deep learning. Daarin zien wij de komende 5 jaar ontzettend veel ontwikkelingen om die toe te passen op onze machines. De trends die wij op dit moment in de markt zien is eigenlijk het inzetten van robots, dat steeds meer toegepast gaat worden in de tuinbouw en dat er ook steeds meer vraag naar is. We zijn op dit moment bezig met nieuwe machines, met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van software en robotica, met name op het gebied van plant handling, en die hopen wij op de GreenTech 2018 te kunnen presenteren.